twerken in de club en openbaar zoenen in het park. Monica Geuze behaalt sinds haar break-up met Robert regelmatig de Juice-kanalen. Fans zien dat zij losgaat. Maar wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd? Dat ga je allemaal zien in deze nieuwe video van Verraderlijk. Dus kijk vooral verder. Maar we beginnen bij het begin. Want wie is Monica Geuze? De knappe brunet heeft veel weg van een alleskunner. Want ze begon op haar 16e al als DJ. Dat had ze allemaal te danken aan Ronnie Flex, voor wie zij zijn vaste DJ werd. In 2015 begon zij ook voor zichzelf te draaien. En in die periode had zij, zoals de meesten waarschijnlijk al wel weten, een relatie met de bekende rapper Lil Kleine. Niet veel later begon Monica ook met vloggen en gingen haar abonnees en kijkcijfers door het dak. Sinds kort mocht zij zichzelf dan ook presentatrice noemen bij RTL. En presenteert zij programma's als Temptation Island en The Bachelorette. We kunnen in ieder geval genoeg van haar zien. Als bekende vlogster deelt Monica Geuze alle hoogtepunten, maar ook de mindere kanten uit haar leven online. Maar begin 2023 kwam daar een einde aan, toen ze bekend maakte dat ze zou stoppen met haar vlogs over haar dagelijkse leven. De belangrijkste reden was dat ze meer privacy voor zichzelf wilde. Zeker ook omdat haar dochtertje Sarah Lizzie, die zij ook niet op Instagram laat zien, nu al een stuk ouder is. In haar vlog maakte de YouTuber ook ander verdrietig nieuws bekend. Na veel geruchten die er zich in de ronde deden, bevestigde Monica dat zij en Robert uit elkaar zijn. Het zou al een langere tijd niet goed gaan tussen hen en de beslissing om ieder hun eigen weg op te gaan kwam vanuit hun beiden. Roddelkoningin Yvonne Coldewijer dacht daar echter anders over. Volgens haar zou Robert namelijk de bloemetjes hebben buiten gezet met andere dames. Monica zelf heeft hier nooit iets over uitgelaten. Er is dus een hoop veranderd in het leven van Monica Geuze. Haar wekelijkse vlogs zijn gestopt en haar relatie met Robert is over. Maar waar mooie dingen eindigen, is ook weer plaats voor fijne nieuwe dingen. En Monica lijkt dan ook goed te genieten van haar vrije single leven. En dat is iets wat fans ook opvalt. Wij gaan jullie daarom ook nu vertellen wat er allemaal is gebeurd. Kort na de breuk met Robert kwamen er geruchten over Monica die aan het daten zou zijn met Harry Snijders. Ja, je hoort het goed, de dekhengst van Ex on the Beach. Monica vertelde in haar podcast met Kai namelijk dat zij Harry wel een knappe gast vindt. Fans speculeerden er daarna op los en dachten dat zij hem misschien wel aan het daten waren. Maar niets is minder waar. Hoe snel het gerucht begon, zo snel ontkrachtte Monica hem ook weer. Daarover zei ze namelijk het volgende. Als je ooit een keer over iemand zegt, wat ziet hij er goed uit een onverwachte hoek, dat is gewoon karaktermoord. Er stond ineens overal dat ik wilde trouwen met fucking Harry de Hengst. Doe eens normaal. Maar bij die geruchten bleef het niet. Niet veel later kwamen er namelijk ook andere geruchten over Monica. Ze zou namelijk aan het daten zijn met een andere bekende Nederlander. Of beter gezegd, een bekende YouTuber waar zij ook wel eens een video mee opgenomen heeft. We hebben het natuurlijk over Rijk Hoffman. Monica werd samen met hem in het park gespot en daar ging het er intiem aan toe. Ze waren namelijk met elkaar aan het zoenen. En volgens bronnen zouden de twee ook zoenend gespot zijn bij Holland Sint Hazes. De Juice-kanalen stonden er daarna gelijk vol mee. En zo schreef Yvonne Coldewijer: zouden ze verliefd zijn? Het lijkt me een leuk stel, maar ik weet niet of hij volwassen genoeg is voor Monica. Ook zijn er beelden gelekt waarop te zien is dat Rijk Hoffman en Monica Geuze zoenen in de club. Het lijkt sterk op dat de twee iets met elkaar hebben, omdat ze dit allemaal in het openbaar doen. Het zou ook goed kunnen dat de twee het gewoon gezellig hebben met elkaar. Ze kennen elkaar immers al langer en Monica is net vrijgezel. En dat Monica geniet van de vrijheid die ze heeft, blijkt ook uit beelden die er rondgaan uit de vlog van Stefan de Vries. Met een stelletje YouTubers, waaronder ook Rijk Hoffman, waren ze onlangs uit in een club in Amsterdam. In die video is te zien dat Monica aardig diep in het glaasje gekeken heeft en helemaal losgaat in de club. Zo is te zien dat ze miauwend over een matras heen kruipt, staat het twerken in de kroeg en in Rijkse shirt bijt. Het zal vast en zeker een gezellige avond zijn geweest. En in de reacties laat een kijker weten dat Monica haar tweede jeugd leeft. Ook speculeerden fans dat ze het misschien gezellig heeft met Sam Hoffman. Tijdens een avondje uit laat ze namelijk een bijzonder trucje aan hem zien. Zou ze hem daarmee proberen te versieren? In haar podcast had ze het met Kai namelijk over het volgende. Ik heb vaak dat ik 2 of 3 gasten in een vriendengroep lekker vind, zei ze. Waarop Kai zei: moet je nagaan als het broers zijn? Uiteindelijk zegt Kai dat dat wel kan gebeuren. Zouden ze hiermee doelen op de Hoffman-broers? Eén ding is zeker, en dat is dat Monica het er voet van neemt nu ze niet meer hoeft te vloggen en single is. Fans vinden het hilarisch om ook deze kant van Monica te zien. Denk jij dat ze aan het daten is met Rijk? Laat het dan hieronder in de reacties weten.
Dat was hem dan weer, de video van deze week. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.